Waterschap AMA's heeft blauw alg aangetroffen in de vijver aan de rondweg Volkel, ter hoogte van de oude Udenseweg in Uden. Deze blauw algen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om contact met water van deze vijver te vermijden. De gemeente Uden plaatst waarschuwingsborden en waterschap AMA's houdt de situatie in de gaten. De aangetroffen blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Om blauwalg te voorkomen moet de hoeveelheid voedingsstoffen in het water verminderd worden. Waterschap AMA's adviseert erom het gebruik van lokvoer tijdens het vissen te beperken, geen eenden te voeren en honden niet in de nabijheid van het water te laten poepen.